Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zal zijn personeel zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van het beleidsplan van het ministerie. Tijdens een presentatie gisteren heeft hij aangegeven wat er intern nodig gedaan moet worden. Het beleidsplan is opgedeeld in 15 sectoren en zal via werkgroepen uitgevoerd worden. Je zal zien hoe groot de achterstand is aan werk en hoeveel werk het is. Dus geloof me, ik kom mensen tekort. De eerste 6 maanden heb ik geluisterd naar ze. En ik heb ze een voorbeeld gegeven. En bij iedereen hebben we iets gedaan. Niemand kan ontkennen dat ik iets niet heb gedaan. Ik heb bijvoorbeeld, er wordt jaren geklaagd over het toilet beneden. Ik heb het binnen 1 dag opgelost. Er wordt jaren geklaagd over kopiëren. Ik heb het opgelost. Er zijn nieuwe machines ervoor. Er wordt jaren geklaagd over veiligheidsvesten. Ik heb het opgelost. Ik heb vesten. Aangeschaft, veiligheidsvesten. Weet je, er wordt jaren geklaagd over digitaal dingen op online zetten. Ik heb het binnen 1 dag opgelost. Ik heb ze gewezen dat alles kan en niets kost. De minister zegt dat er intern nog veel werk te doen is op het ministerie. In gevallen waarbij het personeel hem niet kan adviseren, zal hij deskundigen aantrekken. Noor Mohammed vindt het belangrijk dat zaken efficiënter worden uitgevoerd. Alle OE'ers, hoger kader, is verplicht deel te nemen en te helpen in zo'n werkgroep. En alle andere mensen die een bijdrage willen leveren, mogen in zo'n werkgroep gaan zitten. Bijvoorbeeld, je gaat zien dat het hoofdstuk 3 heet. Het beleidsactiviteit is personele aangelegenheden. Dan zie je bijvoorbeeld de organogrammen worden gereviewd, CISO wordt op de operatietafel gezet. Bevorderingen worden bekeken. En dus iedereen mag aan zoiets deelnemen. En dan moeten zij gaan nadenken en mij de beste advies geven wat moet gebeuren. Dat was OE-minister Riyad Noor Mohammed, die sprak over de uitvoering van het beleidsplan van het ministerie. De bewindsman wil zijn personeel zoveel mogelijk daarbij betrekken.